RegioTV aan tafel. Welkom aan de regiotafel. En we hebben mooie tafelgenoten. Ik praat met Wietige van Dort en die heeft ook iemand meegenomen. En dat is Rien Eybersen, ja. Nou, kijk eens even aan voor mensen die denken van Wietige van Dort, wat een bekende naam. En als ik dan deze foto laat zien, dan wordt er eigenlijk over heel erg veel duidelijk. Want een heleboel mensen die mag ik je een jij zeggen? Ja, natuurlijk. Ja, oké. Okay. Een heleboel mensen kennen je natuurlijk als Tante Lien. Ja. Hallo leutjes, leuk. Ja, hier met Ton aan de tafel van de Rio. Ik weet er de ballen van hoor, maar we praten maar wat. Een beetje oprol, ja, gezellig. Kijk, dat bedoel ik. Het spel is op de wagen. Hey, hartelijk welkom. Leuk, want jullie zijn er niet zomaar. Ik weet nog vanuit het verre verleden dat wij vroeger altijd spraken over de Passar Malam. En, ja. En dat is niet meer, hè? Nou, dit is ook de Passar Malam Besar. Maar de naam is veranderd ook om een beetje subsidie van gemeente Den Haag te krijgen. En er zijn namelijk zoveel Passar Malams dat de Tong Tong Ver wil zich onderscheiden van alle andere Passar Malams. En nou noem je het al gelijk de Tong Tong. Tong Tong Ver. En een Tong Tong, zal ik vertellen wat dat is? Dat is een holle boomscham die hangt aan de voorkant van een dorp. En door daarop te slaan worden de mensen opgeroepen om begrafenis, vergadering. Hè? Brand. Dieven. Geluk of zo. In ieder geval, het is heel belangrijk. Oei, maar als we het over dieven hebben, dan zou hier dus dat ding continu gebruikt moeten worden, of dat niet? Nee. Nog even wat, je hebt zelf ook iets met een tafel, want je hebt een mooi boek geschreven, was al in 2006. Hè? Dat was kookboekje. Ja, Wietige van Dort aan de tafel met. Ja. Ja? Nou, wat vind je van onze regiotafel? Ik vind het prachtig. Ja. En weet je, ik wist eigenlijk niet zo dat het zo in elkaar zat. Nee. Meer dan 1 miljoen mensen wonen er in dit gebied, ja. In het Haarland. En jij komt zelf uit het gebied Den Haag. Ja, dit is de zee. Het is mooi zo. Ja. Nou, alle activiteiten en alle dingen die gebeuren in de regio, die laten we de revue passeren. Ja. En zo ook werden wij geattendeerd op het feit dat de Tong Tong Ver, zoals het heet, die vindt plaats in Den Haag. Nou, ik dacht, wat is Tong Tong Ver? Ik dacht nog steeds aan wat we net besproken hebben, die Passar Malam. Dat is niet meer, maar het heet Tong Tong Ver. En dat is ook al een hele lange tijd zo. Ja, hoe lang eigenlijk? Een aantal jaar. Ik denk nu... 10? Nee, nog niet. Ik denk niet helemaal 10 jaar. Ik schat in een jaar 5, 6. Er is nogal wat om te doen geweest, de naamsverandering. Passar Malam Besar, dat was al de naam die het had. Besar betekent heel groot. En het was ook de grootste Passar Malam in Nederland. Maar omdat er zoveel Passar Malams zijn, wilde de Passar Malam Besar van de stichting Tong Tong, die wilde zich onderscheiden. Wat heel terecht was, want het is ook een Passar Malam die veel verder reikt dan een doorsnee Passar Malam. Zij doen met name enorm veel aan culturele festiviteiten. Ja. Er komen werkelijk vanuit diverse eilanden van Indonesië, onder andere Indonesië, komen de artiesten naar Nederland toe om daar te laten zien wat zij meebrengen aan culturele waarden vanaf het eiland waar zij vandaan komen. En dat is een enorme meerwaarde. Het is ook het grootste Eur-Aziatische festival van de wereld. Kijk, dat is het grootste van de wereld, ja. U zou zo de PR in kunnen als ik dat zou horen. Ja, nou, ik zou dat ook... Deze mensen vragen ook een hele grote PR, want het is maar uw naam is Nederlands, hè? Mijn naam is Nederlands, maar wat ik even toch kwijt wil, is dat het bijzonder knap is wat deze kleine groep mensen ieder jaar presteert om daar zo'n groot evenement op het Malieveld neer te zetten. En dat vind ik heel bewonderenswaardig. Nou, ik keek naar het festival, ik keek ook naar de naam en ik zag de naam Wietige van Dort en ik denk, ja, die is er nog steeds, gelukkig. Je bent 74 jaar geworden, vorige week nog. Ja, dat was een enorm feest, neem ik aan. Hè? En dan ga ik er ook vanuit dat je nog steeds een van de trekkers bent op het festival. Want de Late Lien Show, ja, die kent eigenlijk nog steeds, ik denk, iedere Nederlander. Want dat hoort een beetje bij onze cultuur natuurlijk. Ja, die landen zijn 350 jaar verbonden geweest. Dus iedere Nederlander die kent wel een oom of tante of een buurvrouw. Goedemorgen buurman, hoe is het ermee, weet je wel. En dan spreek ik al over de derde generatie. Ik ben tweede generatie.
Maar die landen zijn zo lang verbonden geweest dat dat is in elkaar vergroeid. En daarom is het zo mooi dat het Tongtong ver er is. En dat die hele cultuur mondjesmaat. Elk jaar wordt er weer een ander eiland, een ander thema gebruikt. Er is altijd een grote tentoonstelling met iets. Verleden jaar ging het geloof ik over het weeshuis, hè, van Pa van der Steur. Ja. Dat is een heel beroemd weeshuis. En al die steurtjes, die hebben nog steeds contact nu als tachtigers. En er is altijd wat bijzonders. En er komen mensen uit Indonesië. En de laatste jaren is het eigenlijk zo dat er ook mensen uit die regio erbij mogen. Dus Vietnam, Thailand en zo, dat mag. Ja, en hoe leeft het nou alleen bij mensen uit Den Haag? Of leeft het ook eigenlijk veel breder dan hier uit de regio? Hele wereld, ze komen uit de hele wereld. Ja. Uit Australië, uit Amerika, Nieuw-Zeeland. Het is het grootste Indische festival van de wereld. Nou, en onderling solidariteit en gezelligheid is er natuurlijk ook altijd. Want ja. Blijven die mensen bij familie of kennissen? Of blijven ze, nou, ze kunnen ook een speciaal arrangement in een hotel nemen. Ik geloof Parkhotel altijd. Onder andere. En anders gaan ze op en neer. Er is een busdienst, die haalt ze uit heel Nederland. Maar een heleboel mensen uit Den Haag, die kopen dan een paspoort. En die gaan elke dag, waar gaan wij morgen rijsttafel eten? Nou, ik denk bij Warung Ventje, weet je wel zo. Nou, enig. Ik wil eigenlijk al die mensen altijd wel omhelzen. Maar dat kan niet allemaal meer. Want dat zijn er natuurlijk een heleboel nu, hè? Want ik begrijp, als we alleen op dit gebied kijken, er wonen 1 miljoen mensen. Maar ik geloof dat er een paar honderdduizend mensen toch bij elkaar dagen heen daar komen. Ja, maar ik hou verschrikkelijk veel van ze. Ja. En soms, zondag moest ik optreden in een theater in Utrecht. En die mensen heb ik nu nooit gezien, maar die willen mij meteen zoenen. Nou, dat mag. Ja. Even een kort intermezzo. Vorige week hadden we het over de Bavette. En het wordt tijd dat we ons weer laten informeren. We gaan over naar Santos. Waar zit je favoriete stukje vlees? We horen het wekelijks van Carlos. Vandaag de ribeye. Te vinden boven in de rug. Vlak voor de dunne lende. Of het verlengde ervan eigenlijk. Erg gemarieerd, mooi gemarmerd, wat minimaal medium rare bereid hoort te worden, zodat het vet de tijd heeft om te smelten en in het vlees te trekken. Mooi mals een stukje vlees, erg geliefd, vooral bij de mannen. Vrouwen vinden al het vet net ietsje minder. Volgende week gaat Carlos aan de slag met de dikke lende. Weet jij waar die zit op het rund? Op plek 1, 2 of 3. Mail het dan naar quiz@infothuis.tv en maak kans op een etentje bij Santos. U heeft weer wat informatie als u denkt het goede antwoord te weten. Dan mailt u ons en dan maakt u kans op een lekker etentje bij Santos. Dat is nooit weg natuurlijk. Snel door met ons onderwerp. Je treedt maandag op. Ja. Eenmalig? Maandag 29. Ja, dat is eenmalig, maar ik zit dan ook op de 27 in het programma van Ricky Rizzoles. En dan zit ik ook nog in het programma van Aisla Valata. Maar mijn eigen show, de Late Late Dean Show, is op maandag 29 om 1 uur. En daar kan iedereen bij zijn? Iedereen kan er naartoe. Goed. Ik ben helemaal op de hoogte. Wat ik leuk vind, ik heb je zelf opgehaald met de auto. Ja. In de auto hebben we ook nog even gesproken over de toekomst en over de verbondenheid die je toch altijd blijft bij Indonesië. En dat betekent ook dat je had het net over de eerste, tweede generatie, derde generatie, straks ook een vierde generatie. Blijft dat dan altijd een beetje, men zegt altijd het bloed kruipt waar het niet gaan kan, maar blijft dat nou altijd toch, die verbondenheid, blijft die altijd? Nou en of. Ja. En ik ontmoet soms kinderen, want ik signeer bijna elke dag daar in de boekhandel of ergens anders. En er is ook een meeting point waar je tante Lien kunt ontmoeten, bij Toko Lien heet dat. Maar ik ontmoet dan kinderen en dan zeggen ze, nee, we gaan naar Indonesië toe voor mijn eindexamen. En ik heb zo'n heimwee, mevrouw, naar iets wat ik helemaal niet ken. Ik zeg, heb je ouders of familie? Nee, mevrouw, helemaal niet. Dus nou, dan kijk ik ze er altijd op aan en tegen de ene zeg ik van, je hebt daar in een vorig leven gewoond.
Dat denk ik van jou altijd, dat jij in een vorig leven daar gewoond hebt. Je bent zo Indisch, maar jij is Hollands. Of ik zeg van die landen zijn 350 jaar verbonden geweest. Natuurlijk is er een verlangen, een heimwee naar elkaar. De blijdschap die je zelf hebt op het podium, die straal je nog steeds uit. Dat blijft nog wel even ook. Je blijft nog heel lang doorgaan hiermee. Natuurlijk blijf ik heel lang doorgaan. Je bent niet bang voor het feit dat je dan praat over wat ze er wel eens noemen het zwiebertje effect. Dat je je hele leven lang eigenlijk in één typetje wordt. Weet je vindt het niet erg? Nee, ik vind het niet erg, want ik doe ook andere dingen. Ik schilder en ik maak porselein en schrijf boeken. Nee, maar Tantalien is iets heel bijzonders. En Tantalien vernieuwt zich ook telkens, want... Met 40 jaar Tantalien is er een mooie dubbel-cd gekomen met hoeveel nieuwe liedjes? 9 nieuwe liedjes. Maar we hebben eigenlijk al liedjes gemaakt voor nog een cd. Kijk aan. En voor de... Ja, dat wordt dan volgend jaar. En er is ook een hele cd voor veteranen. En er zijn ook cd's voor kinderen. Sprookjes van Tantalien. En het gaat door, maar door. Mag ik afscheid nemen van... Rien, allereerst mag ik afscheid nemen van Wieteke van Dort en mag ik afscheid nemen van Tantalien. En mag ik je ongelooflijk veel succes wensen op de Tom Tom Fair, daar weten we nu meer over. Het boek van jou is nog steeds te krijgen, daar gaan we vanuit. Het kookboek, ja. Dan moet je kijken, luidjes, bij www.wietekevandort.nl. De hele voorraad heb ik ook opgekocht en die krijg je dan heel goedkoop. Oké, nou, die reclame is gemaakt en wij zeggen, wij gaan zeker ook even kijken bij de Tom Tom Fair. Leuk. Dank voor jullie aandacht aan de tafelgenoten en tot ziens bij Regio TV. Aan tafel.